Het orkaanseizoen ging relatief rustig van start. Maar daar is de afgelopen tijd niet echt sprake meer van. Want meerdere systemen met een naam zijn tot ontwikkeling gekomen. En na orkaan Fiona zijn alle ogen nu gericht op Ian. Maandag lag Ian nog ten zuiden van Cuba, maar op dit satellietbeeld is te zien dat het systeem verder in kracht is toegenomen en richting Cuba is afgekoerst. En op deze satellietplaat is ook mooi te zien hoe het oog van de orkaan zichtbaar wordt hier net boven de zuidkust van Cuba. En de verwachting is dat orkaan Ian de komende dagen zijn koers verder zal verleggen naar het noorden en daarmee richting Florida gaat. En daarmee is het de eerste orkaan van dit seizoen die de Verenigde Staten aandoet. Dus vooral de inwoners van Florida houden hun hart vast en treffen alvast maatregelen voor de komst van orkaan Ian. Nou zit er natuurlijk wel nog wat onzekerheid in de koers van een orkaan. En dat zien we ook terug op deze afbeelding. Momenteel is Ian een orkaan van de derde categorie, ter hoogte van Cuba dus. En een orkaan van de derde categorie gaat gepaard met windsnelheden van 178 tot 209 kilometer per uur. En die windsnelheden lijken vrij willekeurig, maar dat komt omdat de Amerikanen natuurlijk rekenen met een andere eenheid voor de windsnelheid. Dus door die vertaalslag komen deze getallen eruit. Als Ian Cuba eenmaal gepasseerd is, komt het weer boven warm zeewater terecht. En dat zijn de ideale omstandigheden om het systeem verder in kracht te laten toenemen. Dus de verwachting is dat Ian tussen Cuba en Florida nog verder zal toenemen naar een orkaan van de vierde categorie. En dan gaan de windsnelheden oplopen tot ongeveer 250 kilometer per uur. Eenmaal boven land valt die voedingsbodem van dat warme zeewater weg. En dan zal het systeem geleidelijk weer in kracht afnemen. Eerst naar een orkaan van de derde categorie, dan naar de tweede categorie en vervolgens zal het weer overgaan naar een tropische storm. Maar we zien het hier al aan de witte band die er omheen zit. Er zit onzekerheid in de koers van een orkaan. Er zijn natuurlijk heel veel dynamische aspecten in de atmosfeer die die koers nog kunnen wijzigen. Dat is ook mooi te zien in deze modelberekening van een Amerikaans weermodel. En dan zien we hier hoe Ian over Cuba trekt, vervolgens de zee overgaat en dan richting Florida afkoerst. Maar we zien hier ook wat uitschieters. De meest westelijke koers gaat zelfs helemaal hierheen, terwijl de meest oostelijke koers ten zuiden van Florida afbuigt en dan de Atlantische Oceaan opgaat. Dus dat geeft wel aan hoe groot de spreiding is tussen het meest westelijke en oostelijke scenario. Maar toch zien we wel aan de dichtheid van de lijnen dat de meeste berekeningen toch wel op deze koers inzetten. Nou, en waar die koers ook nog mee samenhangt is natuurlijk de temperatuur van het zeewater. Ik zei net al dat zeewater, dat warme zeewater, is de voedingsbodem voor het verder in kracht toenemen van een orkaan. We zien hier dat de hoogste zeewatertemperatuur eigenlijk net voor het zuiden van Florida voorkomt. Daar is de zee zelfs 32 graden, terwijl als we hier wat meer in die westelijke delen van de Golf van Mexico kijken, dan is die zeewatertemperatuur iets lager. Dus dat betekent ook dat de orkaan daar wat minder kans heeft om heel erg krachtig te gaan worden. Dus de koers over het warme of minder warme zeewater speelt dus ook nog een rol van betekenis. Nou, wat kunnen we dan bij zo'n orkaan verwachten? Ik heb hier een kaart van de verwachte storm surge. Dat zijn eigenlijk de hoogte van de golven die we in de kustgebieden kunnen verwachten. En met die berekeningen die ik net liet zien, waar zeer waarschijnlijk het zwaartepunt van de orkaan aan land gaat komen, daar zien we golven van meer dan 3 meter hoogte. En daarbij spelen natuurlijk ook de karakteristieken van de kustlijn van Florida een rol. We zien hier de baai van Tampa. Op het moment dat de orkaan meer daar aan land komt, kan het water in zo'n baai natuurlijk nog hoger opgestuwd worden en kun je daar misschien wel golven zien van meer dan 3 meter. Maar het zwaartepunt lijkt nu dus een beetje hier te liggen met golven van ongeveer 2 of iets meer dan 3 meter. Maar dat heeft voor die kustgebieden dus een hele grote impact. En dat strekt zich eigenlijk een beetje uit hier over de hele westkust van Florida.
Naast die hoge golven moeten we natuurlijk ook rekening houden met veel wind en ook veel regen. En vooral in wat meer heuvelachtige gebieden, dat zal vooral op Cuba een rol spelen, komt er dan een flinke plens water naar beneden. Overstromingen, landverschuivingen kunnen daarbij een rol gaan spelen. Als ik deze animatie even aanzet, dan zien we hoe het systeem zich verder naar het noorden gaat verplaatsen. Dus langs de westkust van Florida terechtkomt. En we zien het aan de blauwe kleuren eromheen. Er wordt ontzettend veel regen en ook veel wind bij verwacht. En de windsnelheden hangt dus af of de orkaan als een derde of een vierde categorie aan land gaat komen. En woensdag dan is het systeem weer verdwenen en dan zal de rust geleidelijk weer een beetje weerkeren. Maar is er vooral nog heel veel schade die opgeruimd moet gaan worden. De komende dagen dus even afwachten hoe Ian zich verder gaat ontwikkelen. Welke koers die gaat volgen, waar die precies aan land gaat komen. Maar het zwaartepunt ervan ligt boven Florida. En daarmee wordt het dus de eerste orkaan die op de Verenigde Staten afkoerst.